Wanneer kreeg jij voor het laatst belangrijke post? Ja, grote kans dat dat even geleden is. En dat is nou net het probleem. PostNL wil geld van de overheid. De betrouwbaarheid van de bezorging is op dit moment echt onacceptabel. Als je heel op belangrijke posten te wachten, is dat lastig. Ooit was de post onmisbaar. Maar dat is tegenwoordig wel anders. Maar het echt veranderen of afschaffen, dat gebeurt ook nog niet. Er spelen veel belangen. Mensen verwachten die post. Dagelijks post, het is wel prettig. Ja. Waarvoor hebben we de post nu nog nodig? En hoe zou het er in de toekomst uit kunnen zien? Ik leg het je uit in deze video. Het lijkt misschien alsof de post altijd al bestaan heeft. En het klopt dat hoe ver je ook teruggaat in de geschiedenis, we inderdaad altijd al boodschappen aan elkaar doorgaven. Maar de post die landelijk bezorgd wordt, dat hebben we te danken aan Napoleon. In 1799 nam hij dat idee mee uit Frankrijk. Voor die tijd was de postbezorging alleen lokaal geregeld, maar Napoleon maakte het een taak van de staat om de post door het hele land te bezorgen. Zo, familie Van Dijk ook weer tevreden. Tegenwoordig is PostNL verantwoordelijk voor veruit de meeste post in ons land. Al is dat allang geen staatsbedrijf meer. Want in 1989, toen heette ze nog de PTT, werden ze geprivatiseerd. Bij de notaris ondertekenden minister Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat en minister Ruding van Financiën de officiële stukken waardoor de PTT niet langer meer een staatsbedrijf is. PostNL is verantwoordelijk voor wat de universele postdienst wordt genoemd. Eigenlijk is dat alle post die in de bekende oranje brievenbussen gaat. Voor die universele postdienst zijn wettelijke regels vastgelegd. In de Postwet, die voor het laatst in 2009 werd aangepast. Alle brievenbussen in Nederland moeten 5 dagen per week geleegd worden. De post moet ook 5 dagen per week bezorgd worden. En minimaal 95% ervan moet binnen 24 uur bezorgd zijn. Eén uitzondering, medische post, bijvoorbeeld bloed of urine voor onderzoek, en rouwkaarten, die moeten 6 dagen per week bezorgd worden. De regels uit die Postwet, die zijn nu dus 15 jaar oud. Zijn die inmiddels niet een beetje achterhaald? Die postmarkt die zakt in. Als wij het alleen maar van brieven moeten hebben die we moeten bezorgen, dan weet ik niet of dat wel blijft goed gaan zo. Zelf merk je het waarschijnlijk ook wel. Er wordt steeds minder post verstuurd. Het gaat nu om 1,7 miljard stuks per jaar. En dat lijkt misschien veel, maar is vergeleken met 10 jaar geleden bijna gehalveerd. En kijk je naar 2009, het jaar van de Postwet, toen werden er nog zo'n 5 miljard poststukken verstuurd. En dan zitten we nu dus nog maar op een derde. Dat gaat niet om alle post, want veruit het meeste dat nog verstuurd wordt is zakelijke post en dat valt niet onder die universele postdienst. Grote bedrijven versturen vaak enorme hoeveelheden en daarvoor sluiten ze aparte contracten af met PostNL. Maar alle brieven, verjaardagskaartjes, geboortekaartjes die jij en ik in de brievenbus gooien, die aantallen lopen dus steeds verder terug. En daarom wordt dat steeds duurder. Een postzegel is per 1 augustus 6 cent duurder en kost dan 60 cent. 78 cent. Hij gaat 91 cent kosten. 1,14 euro. En volgend jaar wordt het weer meer. Ik heb de laatste keer een rouwkaart veel te laat ontvangen. Dan stuur ik gewoon de post al een week, anderhalve week van tevoren. De post wordt niet alleen maar duurder. Ook de betrouwbaarheid staat onder druk. Volgens de wet moet dus 95% van de post binnen een dag bezorgd worden. Maar dat haalt PostNL al jaren niet meer. En zeker de laatste paar jaar loopt de betrouwbaarheid echt flink terug. Het niet halen van die norm kwam PostNL al op een miljoenenboete te staan. Ik ben niet doof voor de noden van PostNL in dit geval. In die veranderende markt moeten we mee. Genoeg problemen dus. En dat zorgt uiteindelijk voor deze oproep. Vandaag post, morgen bezorgd. Tot nu toe is dat de belofte, 5 dagen per week. Maar als het aan PostNL ligt, wordt dat verleden tijd. PostNL wil de postbezorging anders organiseren. De hoeveelheid post die verstuurd wordt, is dus flink gedaald. Maar alles is nog geregeld, alsof er iedere dag enorme hoeveelheden brieven door het land moeten. Wat dus zorgt voor die hogere kosten en lagere betrouwbaarheid. Om dat op te lossen, wil PostNL de bezorgdheid verlengen. Van 1 naar 2 dagen en op lange termijn zelfs naar 3. Volgens hen is die verandering nodig om de post betaalbaar en toekomstbestendig te maken.
Zeker in een tijd van personeelstekorten. Onze postbezorger loopt elke dag door elke straat. Vroeger ging die naar elk huis. En nu nog naar minder dan de helft van de huizen. Om die plannen ook echt uit te mogen voeren, moet dus eerst nog wel die postwet worden aangepast. En tot nu toe heeft de politiek daar nog niet mee ingestemd. De situatie is lang niet zo hopeloos als dat PostNL doet voorkomen. Andere landen gingen ons al voor. In Zweden en België bijvoorbeeld wordt de post al binnen 2 dagen bezorgd. En in andere Europese landen zitten ze zelfs al op 3. Zulke veranderingen lijken er bij ons dus ook wel aan te komen. Maar eerst wil de politiek nog een onafhankelijk onderzoek naar de postmarkt afwachten. Want volgens hen zijn er nog steeds wel mensen afhankelijk van de post. En dus willen ze grote veranderingen niet zomaar doorvoeren. Daarom is het belangrijk dat we nu niet op stel en sprong willekeurige maatregelen gaan nemen, maar een goed besluitvormingsproces volgen. Nou, ik merk wel dat de klanten je altijd waarderen als je komt. Dus, nou, zeker wel. Neem de fiets maar weer mee, hè? Wat wordt de toekomst van de post? De kans lijkt heel groot dat we alleen maar meer digitaal met elkaar gaan communiceren en dat de ouderwetse brief uiteindelijk iets van het verleden wordt. Voor oudere mensen is het wel handig, zo'n brievenbus, zeg jij? Ja, want het is gewoon simpel brief schrijven en sturen. Maar zover is het nog niet. En dus moeten er intussen maatregelen komen om de postbezorging betaalbaar en betrouwbaar te houden. Waarbij nu de kans groot lijkt dat de post er binnenkort een stukje langer over zal doen.